In de nacht van Zolderdijk op zondag is er brand uitgebroken op camping het Elfenmeer in Herkenbosch. Een chalet sting in brand. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. De melding kwam bij de meldkamer binnen rond 12:30 s'nachts. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was in Herkenbosch, was het vuur snel uit. De politie meldt maandag dat de brand is aangestoken. En dat is niet voor het eerst dat er op de camping brand is. Het is al de 7e brand in een jaar tijd.